Thierry, ik ga je nu uitleggen hoe je het beste kunt rijden met de rolstoel. Om vooruit te kunnen komen is het het beste om wat hoger vast te pakken aan de hoepel. Vervolgens met beide handen kracht te zetten en naar voren te duwen met lange halen. Ja, hoog vastpakken en doorduwen naar beneden. Hoog vastpakken, prima. Nou gaan we achteruit weer proberen terug te rijden. Dat is vaak even lastig omdat de voorwielen moeten zwenken bij het veranderen van richting. Probeer maar eens, trek maar eens met lange halen ook achteruit. Juist, tot we weer bij de deur zijn. Prima. Gerry, doe nou voor hoe je het beste kunt omdraaien met de rolstoel als je in een krappe ruimte bent. Het handigste is dat beide handen in een verschillende richting gaan werken. De ene hand trekt en de andere hand duwt. Ik ga nu naar jou toe. Nou ga ik met mijn linkerhand duwen en ik ga met mijn rechterhand tegelijkertijd trekken. Wat vaak in het begin even zwaar is, is dat de wielen van richting moeten veranderen, de zwenkwielen. Dus het is eerst eventjes kracht zetten, misschien soms een paar keer, zodat die wielen in de goede richting komen en dan kun je in één keer doordraaien. Eén hand trekt en één hand duwt. Juist, nog een keer. Prima. En nog een keer. Prima. Ik ga je nu even voordoen hoe je een beetje kunt manoeuvreren met de rolstoel. Als je rijdt en je zet evenveel kracht, met beide armen ga je recht vooruit. Zet je meer kracht met je rechterhand en je houdt eventueel links een beetje tegen, dan ga je naar links. Wil je naar rechts, dan ga je wat harder met je linkerhand. Eventueel hou je de rechterhoepel een klein beetje tegen. En dan ga je naar rechts. Zou je dat na kunnen doen? Als je het alleen doet met je arm is het natuurlijk best wel zwaar, dus het is best wel handig kan het zijn om je voeten er ook bij te gebruiken. Als je met de voeten voldoende bij de grond kan, bij de vloer juist, misschien moet je iets onderuit gaan zitten. Ja. Oké, dan gaan we proberen tijdens het rijden, we duwen aan de hoepels en tegelijkertijd proberen we mee te trippelen met de voeten. Prima. Ja. Als u zich in huis veel verplaatst in de rolstoel en handig bent met trippelen, kan het prettiger zijn om de voetsteunen weg te leggen. Zo stoot u de enkels niet en heeft u iets meer draairuimte.